Yo luisteraars, en welkom bij deze nieuwe aflevering van Non-Copy Radio. Het is alweer een tijdje terug, en zoals dat je ook al hoorde, Ayan Dodor heeft Non-Copy Radio ingesproken. Dat is natuurlijk heel erg vet, en zeker met zo'n stem van, wauw, die moet echt een keer op de radio komen. En bij deze, ik heb hem gevraagd en hij wou het heel erg graag doen. Dus Ayan, heel erg bedankt. Natuurlijk, het is alweer een tijdje geleden, dus we moeten ook een beetje goed inkomen. Het is een tijdje geleden omdat ik gewoon met stage zat en met school en een paar andere dingen. Maar we gaan gewoon lekker verder en we beginnen vandaag met Jim Joseph en Firefly. Dat was Jim Joseph met Firefly. En wij gaan snel verder
met het YouTube nieuws. Je luistert naar Non-Copy Radio. En het eerste nieuwtje gaat over Facebook. Namelijk, Facebook komt met eigen YouTube en Spotify concurrent. Facebook komt met een dienst voor muziekvideo's, waarbij rechthebbende royalties zullen ontvangen voor hun video's. Bovendien werkt het sociaal netwerk aan een eigen muziekstreamingsdienst vergelijkbaar met Spotify. Volgens bronnen rolt Facebook op korte termijn een dienst uit om muziekvideo's op te bekijken. Het bedrijf zou ook van plan zijn om exclusieve video's rond muziek en artiesten te gaan tonen. Facebook introduceert daarbij een systeem waarin royalties betaald aan artiesten en labels in ruil voor muziekvideo's. Dat gebeurt bij YouTube ook al door de advertentieinkomsten te delen. Facebook zou een soortgelijk systeem willen introduceren. Daarnaast komt Facebook met een systeem waarmee rechthebbende video's van gebruikers met hun muziek erin kunnen opsporen, offline halen of claimen. Na dat claimen verdienen de rechthebbenden ook advertentieinkomsten van de video. Zo'n systeem gebruikt YouTube ook al. Begin deze maand gingen er al geruchten dat Facebook gesprekken zou voeren met muzieklabels over een nieuwe dienst. Of dat om een muziekstreamingsdienst ging, was toen nog niet duidelijk. Wat denken jullie? Zal Facebook uiteindelijk groter worden met hun streamingsdiensten dan bijvoorbeeld YouTube of Spotify? Of blijft het een beetje achter met alle dingen en gaat het gewoon verder zoals dat het nu is? Laat maar weten in de comments. De meesten hadden het al opgemerkt. Maar voor degenen die het nog niet weten, YouTube lanceert speciale videodienst voor gamers. YouTube heeft YouTube Gaming aangekondigd, een videodienst waar gamers hun spellen kunnen livestreamen. De dienst wordt deze zomer gelanceerd in het VK, oftewel Verenigd Koninkrijk, en de VS. Wanneer de dienst naar Europa komt is niet bekend. YouTube Gaming is een aparte dienst en staat dus los van het normale YouTube. Meer dan 25.000 spellen zullen hun eigen pagina krijgen op de site waar de video's en streams van desbetreffende games worden geplaatst. Gebruikers kunnen zich ook abonneren op kanalen van uitgevers en zelfstandige YouTube vloggers. YouTube heeft vervolgens aanbevelingen op basis van de kanalen waarop de gebruiker is geabonneerd. YouTube gaat hiermee de strijd aan met Twitch, momenteel nog veruit de populairste gaming streamingsdienst. En dan eindigen we deze keer met een opvallend nieuwtje vanuit Metro. Namelijk, een vrouw ontdekt identieke tweelingzus op YouTube. De in Frankrijk opgegroeide Anaïs Bordier wist altijd al dat ze geadopteerd was. Ze werd geboren in Zuid-Korea, maar groeide op in Europa. Volgens haar adoptiepapieren was ze enig kind van een heel jonge ongetrouwde vrouw. Dat bleek echter niet het volledige verhaal. In december 2012 studeerde Anaïs mode in Londen. Op een dag plaatste een medestudent een YouTube video op haar Facebook pagina waarop zij zelf te zien leek. Maar ik had nog nooit een YouTube video gemaakt. Toen ik de video bekeek, realiseerde ik me dat ik dat niet was, maar een Amerikaans meisje die er precies zo uitzag als ik. Anaïs ging op onderzoek uit en ontdekte al snel dat Samantha ook in Zuid-Korea was geboren. En haar geboortedatum was 19 november 1987. Hetzelfde als die van Anaïs zelf. Op dat moment begon Anaïs erg sterk rekening mee te houden dat dit Amerikaans meisje wel eens haar tweelingzus zou kunnen zijn. Ze lieten daarop een DNA-test afnemen. De uitslag van die DNA-test liet zich raden. Het was namelijk waar. Ze zijn een identieke tweeling. Hoe en waarom de twee uit elkaar zijn gehaald is niet bekend. Voor de dames is het echter fantastisch dat ze nu toch een biologische familie hebben. Hoewel dat ze ver uit elkaar leven, zijn ze met speciale gelegenheden altijd samen. Non-Copy Radio. En de eerste gast van vandaag is niemand minder dan Blazed. Yo, goedemiddag. Nou, ik zou zeggen, sta je even voor. Wat doe je allemaal op je kanaal en zo? Nou, ik ben Blazed en ik speel FIFA onder andere op mijn kanaal. Ik doe af en toe eens een tutorial over het programma OBS. Yes. En soms als ik wat leuks ga doen, dan maak ik daar nog een vlog over. Ja, ik vind vooral die OBS-tutorials echt leuk om te zien en ook leerzaam, dus gaan ze door ermee. Dankjewel, leuk om te horen. Ja, we gaan gewoon weer verder met interviews. Dus ik zou zeggen, let's go. Ik ben benieuwd naar je vragen dit keer. Vraag 1 is, waarom doe je aan YouTube? Waarom doe ik aan YouTube? Omdat ik een passie heb om video's te maken. Ik denk dat ik dat zo wel goed uitdruk, ja. Kijk, dat is echt een heel mooi antwoord. Dat vind ik serieus een mooi antwoord. Ja, dankjewel. Ja, zo heb ik mijn beschrijving ook een beetje omschreven. Dus, ja. En zo denk ik er ook over, dus. Kijk, dat is ook goed om te horen. Vraag 2. Wie is op 1 na je favoriete YouTuber? Ja, die vraag heb ik al vaker gehoord. En ik heb er inderdaad even over nagedacht. En het was heel moeilijk voor mij.
Maar ja, toch bleef er de hele tijd één naam dan in mijn hoofd zwemmen voor tweede leuke YouTuber. Joffrey van Tube Totaal. Nee, dat is Kwebbelkop. Oh, Kwebbelkop. Oké. Okay. Ja. 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 Ik kijk maar heel selectief een aantal YouTubers, dat moet ik wel zeggen. En dan staat Kwebbelkop bij mij op nummer 2. Kijk eens aan. Ja, ik volg Kwebbelkop ook heel erg. En ik heb ook ben vaker met hem op de foto geweest. En ben hem ook een paar keer met die fanmeetings en zo. Het is een toffe gast. Ja. Die heb ik nooit bijgewoond of zo, fanmeetings. Maar ja. Ik vind zijn video's wel heel top. Dat sowieso. Volgende vraag. Waar haal je motivatie vandaan? Waar ik mijn motivatie vandaan haal is natuurlijk de leuke reacties en de likes en dat soort dingen. Ook vanuit mijn livestream waar ik hele leuke gesprekken heb met mensen die langskomen en lekker chatten. Ja, want livestream is sowieso 1-op-1 en dan is het veel beter interactie dan alleen maar de comments en zo. Precies, daar hou ik ook wel van, lekker de interactie met kijkers. En ook vaak als ik iets nieuws heb gekocht, dan toch vaak weer voor video's. En dan vind ik dat ook weer leuk om uit te proberen en doe ik dat ook vaak in een video. Volgende vraag, wat is je favoriete dipsaus? Even denken, mijn favoriete dipsaus. Ja, vraag niet aan mij waar dat ik het vandaan heb, want ik heb gewoon van kijkers. Oké. Nou ja, ik denk mayonaise. Want als ik snacks eet of zo, dan eet ik dat toch het meeste met mayonaise. En ja, een snack dip je ook, dus ik denk dat dat wel een correct antwoord is. Mayonaise past ook bijna overal bij, dus dat is ook wel lekker. Ja, precies. Kan je veel pintjes drinken? En met kan ik veel pintjes drinken? Biertjes bedoel je me? Yes. Ja, het is misschien heel slecht van me, maar ik ben een aardige bierdrinker inderdaad. Kijk. Zolang dat het niet te veel wordt, is het altijd goed, hè? Nou ja, precies. Je moet ze misschien niet altijd tellen in mijn livestream. Maar dat mag je niet in mijn livestream doen. Nee, doen we niet. Zolang dat het maar niet de enige vrienden zijn, dan is het prima. Nee, precies. Wel dus met wel maat uiteraard. Ja, en met maat 24 in de krat, hè? 24 maatjes. Ja, precies. Dat was ook een vraag van een kijker. Vandaar dat het zo raar is. Maar... Ja, leuke originele vragen. En ook, het is zeker tof om ook gewoon lekker vragen van kijkers te integreren in je programma. Ja, want zulke vragen kan ik zelf nog niet eens verzinnen. Nee, precies. Dat is lekker origineel. En dan heb je zelf ook weer iets om te kiezen. Yes. Dus kan je altijd weer wat anders gebruiken. Tof. Laatste vraag, een standaardvraag. En dat is, wie zou je eens als gast willen horen in het programma? Wie zou ik eens als gast willen horen? En het moet een YouTuber zijn, hè? Het zou wel kunnen, ja. Het zou wel makkelijker zijn. Ja, precies. Het zou er wel mooi bij passen, zou ik zo zeggen. Ja, ik kijk ook persoonlijk heel veel livestreamers natuurlijk. Maar die hebben ook altijd wel een YouTube-kanaal. Dan ga ik voor Reinaldo. Dat is poedersuiker op Twitch. En die heeft vroeger YouTube gedaan. Heeft nog steeds een YouTube kanaal. Maar is nu toch vooral op de livestream gefocust. Okay. Dat zou ik wel zo een keertje willen horen bij je. Ik denk niet dat je hem kent. Nee, ik ken hem inderdaad niet, maar er kan altijd verandering komen. Hè? Ja, precies. En ik weet niet of veel kijkers van jou hem kennen. Maar, dat weet ik ook niet. Dat was de laatste vraag, dus ik wil jou bedanken. Voor, ja, jij ook heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Het is leuk om jou ook een keer te hebben in het programma. Dus. Ja, ik luister je programma ook elke keer weer als je een nieuw hebt geüpload. Dank je. Ik vind het wel leuk om lekker gewoon die non-copyright music te luisteren. Yes. Als je zelf wat aan het doen bent bijvoorbeeld. Ja. En telkens een nieuwe gast. En het zijn ook YouTubers en soms ken ik ze... Soms ken ik ze wel en soms ken ik ze niet. Ik zou zeggen, kondig nog heel eventjes jouw nummer aan en dan sluiten we af. Ik ga toch voor een nummer van Non-Copyright Sounds. En het is High. We'll be right back.
Dat was JPB met Hi. En wij gaan snel verder met Handig voor YouTube. En het eerste nieuwtje gaat over GoPro. Namelijk GoPro onthult kleine kubusvormige actiecamera. We kennen GoPro natuurlijk allemaal van die sportcamera's en zo. Ze hebben dus een nieuwe. GoPro heeft de Hero 4 Session gepresenteerd. Een nieuwe kleine actiecamera in de vorm van een kubus die in 27p met 100 fps opneemt. De Hero 4 Session is de opvolger van de huidige actiecamera Hero 4, die over een ander design beschikt. De Hero 4 Session schiet video's bij 30, 60 of 100 frames per second bij een respectievelijke 1440p, 1080 of 720p. Foto's hebben een maximale resolutie van 8 MP. De kubusvormige camera kan tot 10 meter onder water en heeft maar 2 knoppen. 1 rode knop aan de bovenkant voor opnemen en 1 om de wifi in en uit te schakelen. Via wifi verbindt de camera met de GoPro app. Met de Hero 4 Session kunnen gebruikers tussen de 1 en 2 uur constant opnemen. Daarmee heeft de nieuwe camera een betere accuduur dan de Hero 4 Black en Hero Plus LCD. Met een microfoon aan de voor- en achterzijde van de camera wordt het geluid dynamischer en met minder ruis opgenomen. Volgens GoPro is het een groot voordeel dat de Hero 4 Session geen extra beschermende behuizing meer nodig heeft, omdat de camera al water- en stofbestendig is. De Hero 4 Session is te koop voor €430. En misschien hebben we het al meegekregen, het verdrietige nieuws dat Nintendo topman Satoru Iwata is overleden op 55-jarige leeftijd. Hij is overleden aan de ziekte kanker. Dat heeft het Japanse bedrijf bekendgemaakt. Iwata stond sinds 2002 aan het hoofd van Nintendo. Hij was de eerste president van het bedrijf die geen lid was van de familie Yamauchi. Onder het leiderschap van Iwata introduceerde Nintendo een reeks aan zeer succesvolle producten, waaronder de Game Boy Advance SP, Nintendo DS, Wii en de 3DS. Tussen 2002 en 2009 verdriedubbelde de omzet van Nintendo. Uiteraard, rest in peace Iwata. En om eventjes terug te komen op camera's, hebben we weer een ander nieuwtje over camera's. Namelijk de Nederlandse camera voor 360 graden video's haalt een doel op Kickstarter. Een Nederlandse start-up heeft via crowdfunding platform Kickstarter zijn doel van $150.000, oftewel €135.000, bereikt voor de productie van een camera die 360 graden video's kan opnemen. De video's kunnen onder meer worden bekeken met de virtual reality brillen. De Sphericam 2 filmt in 4K resolutie met maximaal 60 frames per second. Het apparaat bevat 6 camera's die in verschillende richtingen wijzen. Zij maken gebruik van een accu die het mogelijk maakt om 60 tot 90 minuten te filmen. De Sphericam kan de beelden van de 6 verschillende camera's in real time aan elkaar lassen als het ware, zodat de 360 graden video's ook kunnen worden gelivestreamd met een bandbreedte van 100 MB per seconde. Ook de 6 losse video's kunnen live worden uitgezonden. De Sphericam 2 wordt verkocht voor prijzen van minstens $1399, €1270. De makers willen het apparaat in oktober leveren aan de mensen die het Kickstarter project steunen. En het laatste nieuwtje gaat over games, namelijk dat Australië 220 games verbiedt in 4 maanden tijd. Australië heeft de afgelopen 4 maanden geweigerd om 220 games te klassificeren, waardoor de spellen niet kunnen verschijnen in dat land. Dat zijn 4 keer zoveel games als in de periode van 1994 tot 2014. De sterke toename in verboden games komt omdat Australië sinds vandaag officieel gebruik maakt van een nieuw klassificatiesysteem voor games, de International Age Rating Coalition. Dit systeem moet overheden helpen met het koppelen van leeftijdsrestricties aan de grote hoeveelheden games die jaarlijks digitaal uitkomen. Sinds begin maart test het land dit systeem uit. 150.000 digitale games zijn sindsdien al gekeurd, waarvan er 220 niet door de keuring zijn heen gekomen. Ook op het gebied van fysieke releases heeft Australië een strenge reputatie. Zo zijn de scènes uit Saints Row 3 gehaald voor de Australische release en zijn Hotline Miami 2 en het in 2011 gelanceerde Mortal Kombat nog nooit uitgekomen in het land. Dat was het Handig voor YouTube en wij gaan verder met een cover van 2 speciale mensen voor mij. Dit zijn Ivar en Kevin, oftewel Kevar, met Pak maar mijn hand. Thank you.
maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt die toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het ander. Dus pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Als je weer een wedstrijd hebt verloren en je voelt je niet zo fijn, weet dan dat je extra goed moet zaaien. Wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig die vertellen hoe het moet. Want het een kan niet zonder het ander. Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Ik reik je mijn hand, dus grijp deze kans. Want ik bied graag mijn hulp aan jou. Aan jou. Ik hoop dat jij mijn handen vertrouwt. Dus pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als ik. Je luistert naar Non-Copy Radio. We'll be right back.
Je luistert naar Non-Copy Radio. En het tweede gast voor vandaag is... Nou, mag je jezelf voorstellen. Oké, Robin. Van de geweldige kaas. Ja. Yes. Hallo. Ik zou zeggen, stel je even voor bij wat dat je allemaal doet op je kanaal en zo. Ik ben Robin, de geweldige kaas. Ik word op internet veel vaker kaas genoemd dan Robin eigenlijk. Ik hoor op dit moment bij de iMine groep. Ik hoop dat dat nog lang blijft. Dat is de project van Ayordi, of niet? Ja. Kijk. Allemaal groepjes YouTubers die dan op een server, Minecraft server, spelen. Yes. Voor de rest doe ik gewoon vooral gamefilmpjes. Ik vind het ook nogal leuk om gewoon filmpjes van mezelf in het echt te maken, maar dat doe ik bijna nooit. Dus omdat ik geen goede camera heb en zo. Een soort van vloggen of zo? Of... Ja, dat vind ik wel leuk, maar ik wil het niet echt doen als ik geen goede apparatuur ervoor heb, snap je? Nee, dat snap ik wel, ja. Ik heb hier trouwens nog wel een camera liggen die ik kan krijgen. Oh, nice. Heb je dat ook meteen gefixt? Ja. Ik hoop dat je door middel van dit programma nog meer kijkers zal krijgen. Want je bent al redelijk groot volgens mij, hè? Iets van 5000 had ik gezien. Ja, op dit moment 5150. Jezus, man. Kom ik aan, 320. Dat is ook goed hoor. Ja, je moet ergens beginnen, hè? Of ben je al 5 jaar bezig? Ja, laten we gewoon maar snel de vragen doen en dan zien we wel. Ja hoor. Vraag 1 is, waarom doe je aan YouTube? Ik vind het gewoon leuk om de filmpjes te maken. Ik, altijd als het filmpje klaar is, dan... heb ik zo'n gevoel van, yes, ik heb iets afgemaakt en ik ben er trots op. Dus als dat je een keer een video niet afkrijgt, dan denk je, shit, was ik maar niet aan begonnen. Ja, alleen dat gebeurt eigenlijk bijna nooit, dat ik een filmpje niet afkrijg. Dat is goed, dat is goed. De meeste zijn ook niet zo heel veel werk. Het leuke vind ik bijvoorbeeld dat ik nu naar mijn uploadlijst kijk en ik zie al Op reis met Robin, aflevering 234, dan denk ik, wow. Ja, dan staat het in de, dan komen er inderdaad de getalletjes uit, ja. Ja, dat is altijd leuk, getalletjes. Ja, ja. Ja, ik ken het. Ik heb er alleen niet veel, maar ik ken het inderdaad wel, ja. Het is gewoon iets waar ik graag mee bezig ben. Ja, dat. Zo zijn de meeste. Ja. Het kon ook zijn dat je een speciale reden voor had, maar niet bepaald eigenlijk. Nee. Maakt ook niet uit. Zolang dat je YouTube doet, is het goed, hè? Ja hoor. En als dat je het leuk vindt. Vraag 2 is, wie is op 1 na favoriete YouTuber? Op 1 na? Ja. Oeh, ik heb op nummer 1, dat is Thomas. Daarom ook je profielfoto zeker. Ja. Op Skype. En op nummer 2 is, denk ik, B00. Wie? Een B00 uit Engeland. Of nee, Amerika is het, maar wel Engels. Oké. Okay. Nee, ken ik zo niet. Speelt ook Minecraft. Een paar andere spellen. Misschien een keer leuk om uit te checken dan. Ja. Ik ken hem dat nog niet. Dat kan wel leuk zijn. Vraag 3 dan maar. Waar hou je je motivatie vandaan? Mijn motivatie, dat is natuurlijk heel cliché, van de kijkers. Hey. Gewoon de reacties. God, die reden heb ik nog nooit gehoord. Nee? Oh, dan ben ik de eerste. Nee, dan zal ik het uitgebreid gaan uitleggen. Altijd heel erg leuk als... Nee, maar. Nee, dat is gewoon leuk. Gewoon hey, leuke filmpjes en dan... Ja, dat iemand gewoon blij is of... Dat je iemand blij kan maken met iets waar je zelf ook blij van wordt. Ja, inderdaad. Ik ben bij de afgelopen gathering ben ik voor de eerste keer ook echt herkend. En ik dacht zoiets van, wat? Waarom herkennen ze mij? En dat geeft eigenlijk best wel eens een lekkere kick speciaal eigenlijk. Speciaal gevoel, hè? Ja. Ja. Gewoon zoiets van, ik ga er gewoon lekker mee door, joh. Ik heb dat op school altijd. Ja? Ja. Word je ook heel vaak op school daarna geweest, ja? Ja hoor. Ja, bij mij ook. Best wel. Alleen bij mij is het meestal zoiets van, be the movie. Beetje ja, meer naroepen dan echt promotie, zeg maar ik heb zoiets van... Ja, bij mij ook. Het is mensen die je kennen, dus ja. Ja, daarom. En het is promotie. Yep. De volgende vraag is een kijkersvraag. En dat is, wat is je favoriete dipsaus? Ik heb geen favoriete dipsaus. Niet? Dus nee. Ook niet, het kan ook een saus zijn als mayonaise of curry. Oh, gewoon of, saus, dat is satésaus. Ja, dat kun je ook nu mee nog dippen. Tussen mijn tanden. Lekker dan. Ja. Vraag 5 is, kan je veel biertjes drinken? Ik drink geen bier, ga nooit bier drinken. Is mijn voornemen is om nooit te beginnen ermee. Oh, oké. Okay. Dan ben je de eerste die het zo zegt eigenlijk. Ja, ik heb niet veel ervan gevraagd, daar niet van, maar... Ik zie zelf eigenlijk niet het nut ervan. Nee, er zijn er wel meerdere. Ik hoor altijd van verhalen van de volgende dag hoofdpijn en een kater en zo. En dat ze zichzelf niet onder controle houden. Uit ervaring weet ik dat het best wel lekker is. Ja? De smaak van bier is best wel lekker. Ja, je moet wel eventjes... de smaak te pakken krijgen, maar als dat je op dat te pakken hebt, dan is het wel lekker, ja. Okay. Maar dat heb je bij de meeste alcohol dingen volgens mij wel. Ja, dus, kan. Maar ook nooit aan alcohol zelf of alleen aan bier niet?
Ja, misschien een champagne bij nieuwjaar of zo. Maar voor de rest niet? Nee. Oké. Okay. Nee, dat kan. En de laatste vraag is... wie zou je een keer als gast willen horen in dit programma? Dus aan wie dat ik ongeveer dezelfde vragen stel en zo. Tammy Boy NL. Hoe heet hij? Tammy Boy NL. Ik denk dat hij het wel wilt, als je het vraagt. Oké. Okay. Of als ik het vraag. Het staat erbij. Dus misschien dat hij binnenkort een keer... binnenkort. Ik neem het niet zo heel vaak op. Maar misschien dat ik hem een keer ga vragen. Komt goed. Dus dat waren de vragen in elk geval. Ik bedank jou voor het interview. Ja, alsjeblieft. Ja, wij spreken elkaar nog wel een keer, denk ik. Zeker. Wou jij nog iets vragen of zeggen aan de kijkers? Nee. Kijk, dat is kort maar krachtig, zou ik zeggen. Dus, ja, dat is ook eerlijk. Nou, bedankt in elk geval en tot de volgende keer dan. Oké, tot ziens. Non-Copy Radio. En de laatste gast voor vandaag is niemand minder dan Casper Beljaars, oftewel... Laatste. Hè? Laatste. De laatste gast, ja. Ik heb er al twee gehad. Dat is wel heel gemeen, hè, mij als laatste zetten. Last but not least, zeggen ze dan, hè? Les best. Zo zou je het ook kunnen noemen, maar stel je maar even voor.
Nou, ik ben Casper, 15 jaar oud, maak YouTube filmpjes, al 3 jaar denk ik. En ja. Oude bok. Nou, laten we maar meteen met de deur naar huis. Ik maak tenminste goede filmpjes. Hey, jij wil met de vraag beginnen. Oh, sorry, ga verder. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen en dat is, waarom doe je aan YouTube? Wat zie je aan huis? Welke deur? Het is een radio. Het is een fucking spreekwoord. Dat weet ik. Oké, waarom doe jij YouTube? Nou? Om mij belachelijk te maken, zeker. Ja, nee. Ja, gewoon om ideeën. Kijk, ik ben altijd een beetje creatief. Oeh, dat klinkt wel heel egoïstisch over zelfs. Ik vond dat leuk om dingen in elkaar te zetten, zo laat ik het zo zeggen. En ik dacht, laat ik eens een keer weer een filmpje proberen. Movie maken, weet je wel. Heel old school. Luxe. Heel cool. En toen heb ik best een video gemaakt. En ik dacht, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? En toen heb ik hem op YouTube gezet. Al die likes stromen binnen. En ja, zo. 15 dislikes, 1 like van hemzelf. Nee, van jou. Toen is je mijn fanboy al. Toen ken ik je nog niet eens. Dat zeg jij. Volgende vraag. Volgende vraag. Wie is je op 1 na favoriete YouTuber? Hoezo dan 1 op 1? Ja, maken? Gewoon omdat het de vraag is. Omdat jij mijn favoriete YouTuber is. Bent nee. Zeker? Is dat het zeker? Het 1 na favoriete YouTuber. Dat vroeg ik. Niet je favoriete. Wat de meeste favoriete vragen vraag ik op 1 na. Oké, stil. maar YouTuber echt? Ja. Oké. YouTube kanaal, YouTuber, wat dan. Ja, oké. Ja? Ik denk Game Meneer. Game Meneer? Ja. Goeie keuze. Game Meneer. Nee. Game Meneer. Waar haal je motivatie vandaan? Uit mijn broekzak. Zo. Oh, waar is mijn motivatie? Oh, joh, nou, zit in broekzak. Nee, ik weet niet. Af en toe dan. Nee, dus denk ik van. Nou, ik heb echt zin om iets te maken en reacties erop krijgen. Likes, weet je wel. Gewoon een beetje. Nou, net of jij zoveel reacties krijgt. Nee, daar zit daar je motivatie bij de likes. Ja, en de reacties, ja. Oké, nou gaan we met z'n allen zijn views disliken. Goed zo, mag je gerust doen. Oké, doe. Next! Wat is je favoriete dipsaus? Wat? Ja, vraag je. Waarom wil je dat weten? Ja, dat wil ik niet weten, dat willen mijn kijkers weten. Dat zijn vragen van de kijkers. Nou, mijn favoriete dipsaus is. Ja, hoe heet het ook weer? Dat joppie. Nee, heel gadverdamme, ga weg. Al noem je curry op, dan is het nog goed. Oh, dan is het goed. Is het meer quiz nou ineens? Nee, het is geen quiz, het is een vraag aan jou. Ja, maar jij zegt dan is het goed. Hey, al zeg je curry, al zeg je ketchup, al zeg je mayonaise, kan ook, hè? Nee, hoe heet het? Guacamole, dat vind ik lekker. Dat groen, ken je dat groene spul? Guacamole? Ja, ik ken het wel. Ja, denk ik. Ken ik eigenlijk niet. Zoek hem maar op Google. Google. Google en een guacamole. Kwakje molen. En molen. Kwakje molen. Kwakje in je molen. Kakken in je molen. Ja, oké. Oké. Dat is wel genoeg voor. Volgende vraag dan maar. Nee, ik wil naar de vorige. Okay. Natuurlijk de volgende vraag. Kan je veel biertjes drinken? Dat kan ik zeker, biertjes. Behalve ik het doe. Dat vraag ik niet, ik vraag alleen omdat je het kunt. Ja, ik kan het zeker, vast wel. Ja? Ja, tuurlijk. Laatste vraag, wie zou je eens willen horen in dit programma als gast? Oh, dat heeft hij, wie zou je willen doen, maar oké. Horen! Nou, die toffe gozer die Casper of zo heet, dat vind ik wel een stoere jongen namelijk. Niet, jij zegt, dan moet je eventjes je andere stemmetje terughalen. Wat? Zeg je nou? Nee, ja, maar serieus, nee, wie zou je echt een keer willen horen? Als je het misschien leuk vindt, kan ik misschien wel fixen. Gosse, misschien? Gosse Trent, Goos Games. Ja, ik ken hem wel. Oh, ik dacht het echt even. Die zou ik wel graag willen horen, ja. Oké. Dan ga ik kijken of dat ik kan regelen. Graag. Dat is niet negatief naar mij trouwens, hè? Nee, dat zeg ik er ook niet. Dus, zijn er nog meer vragen of was dit het? Dit was het. Dan heb ik een vraag aan jou. Nou. Waarom doe je dit in godsnaam? Omdat ik het leuk vind en mijn keizer blijkbaar ook. Oké, goed zo, ga door. Dus, wil jij nog wat zeggen tegen mijn kijkers? Like allemaal op mijn kanaal, Casper Producties is het. Nee. Zelfpromotie. Dat is heel sneaky van mij. Nee, ja, je link staat sowieso in de beschrijving, dus. Doe het maar ongeveer 10 keer achter elkaar, zeg maar. Zodat het een beetje duidelijk is dat dat mijn kanaal is. 10 keer achter elkaar zonder spaasje tussen. Nee, gewoon onder. Helemaal onderaan zitten. Niemand mag Stefan. Dat ga ik dus echt niet doen. Je doet het maar. Goed, okay. Volgende liedje. Ja, heb jij nog een liedje? Ik heb zoveel liedjes, maar ja, dat zijn allemaal die copyright liedjes. Ja. Wel copyright liedjes.
Nou, luister eigenlijk nooit naar non-copyrighted muziek, dus ja. Ook niet eentje die je onder je video zet of zo. Ja, maar dat is allemaal achtergrondmuziek. Is het lijkt me nou niet leuk om te luisteren op een. Al mijn muziek die ik hier draai, die zet ik ook onder mijn eigen video's. Ja, maar dat zijn een beetje van die dubstep nummertjes. Ik heb allemaal van dat leuke geplingel op een piano en jazzmuziek, weet je wel. Ja, dat kan ook nog. Ja, maar ik weet niet allemaal hoe dat uit mijn hoofd heet, dus heb ik gezien. Oké, ja, dan niet. Dus ik wou weer niet meer uit. Ik ga vandoor. Doei. Eindelijk. Love you, love you.